In dezelfde tijd waarin deze laatste reeks plannen werd beoordeeld, deed zich nog iets voor. Namelijk het feit dat nadat wij nee hadden gezegd tegen een permanente school op de kop, kwam de gemeente met het idee om een tijdelijke school op de kop te plaatsen. En ik zelf vond dat echt een schending van de afspraken die we gemaakt hadden, die er lagen. En ik heb toen zelfs even gedreigd om mijn opdracht terug te geven en te zeggen van ik doe dit niet verder, want ja, zo zijn we niet getrouwd. Er is nogal aandrang uitgeoefend om dat niet te doen, dus ik ben uiteindelijk toch doorgegaan. Maar er was vanaf dat moment, een tijd lang in ieder geval, een soort wrevel. Van ja, luister eens, we zitten hier mooi al die plannen te beoordelen en te bekijken. Maar ondertussen komt er wel degelijk dus en een fors aantal jaren een gebouw op die kop te staan. Dat was niet de afspraak zo dergelijk. Dat hebben we dus gewoon verloren. En we zijn uiteindelijk dus ook doorgegaan. Dat betekent dus dat die volgende vergadering, die was dan inmiddels op 3 juni 2010. Die heb ik wel eens als een soort herstart beschouwd. Hoewel ik het nu achteraf aarzel, want hierna komt eigenlijk een feitelijke herstart. In 2010, dat was een soort tussenfase. Toen lagen er... Maar even, want hoe kan het dan dat dan toch doorgaat? Want jullie hebben dus die commissie is niet de baas van het gebied, blijkbaar. Nou, een hele belangrijke reden is geweest dat de commissie... waar wij het hier over hebben, die is ingesteld door de centrale stad. En terwijl de school daar op gezag van Stadsdeel Zeeburg is gekomen. Dus en hier... eigenlijk, je kan een beetje zeggen dat Stadsdeel Zeeburg daarmee zei van ja, we hebben niet zo heel veel met die commissie te maken. Zo. Ja. Maar, dus het was een beetje een vreemde situatie. Dus dan is het stadsdeel, was de baas even over het gebied. Ja. En... ondertussen gingen we dus wel gewoon door, want ik weet dat die brief van mij, die ik dus nooit verstuurd heb uiteindelijk, die dateert van mei 2009 en in 2009 zijn we nog daarna nog een keer met elkaar gekomen en vervolgens ook in 2010 en later. Wat er in 2010 aan de hand was, is in die zin interessant dat er aan de ene kant een plan voor lag. Voor een glazen kas, een helemaal op voedselproductie gericht glazen gebouw, vrij hoog. Het was een afstudeerplan aan de Academie van Bouwkunst. Een heel erg interessant gebouw, maar waarvan wij echt letterlijk zeiden van dit hoort hier absoluut niet. Je moet dus echt gewoon een andere plek zoeken. Dus we hebben het initiatief zeer toegejuicht om het ergens in Amsterdam neer te zetten. Maar... maar niet hier. Een verticale kas. Een verticale kas die natuurlijk ook toegankelijk zou zijn. Die dus gewoon op zich ook een attractie zou zijn en dergelijke. En daarnaast lag er op dat moment, ik hoop even in herinnering dat er toen hevig nagedacht werd over de kandidatuur van Amsterdam voor de Olympische Spelen van 2028. Toen zijn er, als ik het goed ingeschat heb, zijn er twee dingen gecombineerd met elkaar. Er was aan de ene kant een plan om op de kop een soort educatieve attractie neer te zetten. Er lag een plan voor een enorme grote bloembol, hè, handelsmerk van Nederland natuurlijk, maar waar je doorheen kon, zo een beetje zoals dat gebouw in Leiden waar je door het menselijk lichaam kan lopen. Nou, hier kon je door een enorme tulpenbol zou je kunnen lopen. En dat zou dus gewoon een promotie van Amsterdam, een publiekstrekker worden en dergelijke. En dat idee kwam ik op een gegeven moment tegen in een plan wat op zich nooit... ik bedoel, die tulp is in de commissie besproken, maar later kwam ik het ook tegen als onderdeel van een gigantisch bruggebouw, wat over de kop van het Java-eiland heen geprojecteerd was. Een bruggebouw tussen zeg maar de Piet Heinkade en Amsterdam-Noord.
een beetje een Rialto-brug, maar dan voor slagen van een andere schaal. Onderdeel van het hele initiatief om in Amsterdam de zogenaamde floating games te organiseren, Olympische Spelen voor te stellen die alles te maken hadden met stad aan het water, met het water in deze stad en wat je daarvoor profijt van kunt hebben. Een zeer megalomaan plan. Ja, wat ik niet eens in negatieve zin zeg, gewoon eigenlijk een ongelooflijk kolossaal plan, kan ik misschien beter zeggen. En in ieder geval een plan waarvan wij ook al vrij snel inzagen waarom wij het niet in die commissie kregen. Eenvoudig omdat het voor hier wel heel erg, hoe zeg je dat, geëxalteerd was. Kennelijk was dat veel meer een initiatief op dat veel hogere niveau van krijgen we de Spelen of niet, dan dat het met het Java-eiland te maken had. Daarna is er door allerlei omstandigheden is er even een soort pauze geweest, onder andere doordat ik een tijd lang met gezondheidsproblemen kampte. En dat heeft toegeleid dat er daadwerkelijk van een herstart in 2013 sprake is geweest. Ook omdat toen twee leden van de commissie vervangen zijn. Want Twan van Goetem was inmiddels Klaas de Boer opgevolgd vanuit DRO als secretaris. Vladimir Stissi en Stanja van Mierlo die draaiden mee. Ronald Hoofd en Jereen van Ditshuizen zijn op eigen verzoek van hun taak ontheven. En die zijn opgevolgd door Ietje Feddes. Kort daarvoor nog Rijkslandschapsadviseur. Zoals ze dat in het team van de Rijksbouwmeester. En Aart Oxenaar, de directeur van de Academie van Bouwkunst. Dus daar was ik zeer blij mee, want het was zeer blij dat we goede opvolgers hadden gevonden. En toen is er in mei 2013 is er een. Zeg ik het goed? Ja, mei 2013 is er een vergadering geweest. En dat was een soort vergadering die, ook omdat er dus een tijd lang even niks gebeurd was, een soort schoonmaak werd gehouden. En daar lagen wel iets van acht plannen, zeer verschillende, voor een urban festival landscape. Onze mening werd gevraagd over de inmiddels aangelegde walradar op de punt. Waarvan sommige mensen toch echt zeiden van ja, dat had nooit gemogen. Wat vinden jullie er nou van? Wat vonden jullie ervan? Wij hebben gezegd van ja, die had daar echt niet mogen komen. Dus die, wij spreken, zou ook wel weer weg mogen van ons en misschien wel moeten. Maar het is heel moeilijk om iets wat er inmiddels staat en wat de volledige steun heeft van de projectgroep Eijhoevers, van alles wat bij ons te maken heeft met de haven en dergelijke, om dat weg te krijgen. Ik kan me herinneren dat er toen al gezegd is van ja, laten we protesten aantekenen hiertegen. Maar we hebben niet veel, heel erg veel poten om op te staan waar het daadwerkelijk doen verwijderen daarvan. Er was een idee voor een tijdelijke buurttuin. Eigenlijk in navolging van wat we bij de inventarisatie in 2000 hadden gezien, waar diverse molens tot ook zeer grote molens waren verrezen, was er ook nu weer een idee om een echt een torenhoge windmolen in de vorm van een klassieke Hollandse molen, maar wel natuurlijk een echte moderne geavanceerde windmolen op te richten. Op het kop, echt helemaal op het punt van de strook. En met de bedoeling om daarmee een icoon, hè, echt weer een icoon van voor Amsterdam te maken. Even kijken. Er is een hele grote brug, was er toen ook weer bij. Een enorme brug die dwars over het eiland liep. Er ligt een landingsbaan. Een landingsbaan om tijdelijke dingen te laten landen. Vonden we buitengewoon interessant. Maar met name gewoon die tijdelijke dingen. Daar hadden we natuurlijk met die school al wel een beetje onze bekomst van. En er lag nog een plan voor een enorme grote toren op de kop. Dat zie je hier.
Allemaal dingen die een beetje aanschurkten tegen wat we al gezien hadden. Dus op zich niet veel nieuws. Wat er toen al aankwam was dat de bebouwing van de driehoek met een hotel, dat voornemen dus vast vorm begon te krijgen. Zo. En het aardige daarvan is dat je toen al direct zag, van, met name doordat bij die driehoek echt de rooilijnen zeer strak aangehouden worden, dat je je direct kan voorstellen dat met de bebouwing van die driehoek eigenlijk het dat idee van waar is hij, dit idee van het begin van de strook, ook als dit geen water wordt, hè, ook als hij dus niet losgeknipt wordt van het eiland, wordt die strook alleen maar beter, nog beter gedefinieerd dan hij op dit moment ruimtelijk is. En dat betekent dat met die bebouwing van de toekomstige bebouwing van die driehoek, die strook ook nog aan ruimtelijk en als kader aan kracht gaat winnen. En al die plannen die in die vergadering van mei 2013 bekeken werden, die hadden een beetje zweverige relatie met wat wij toen al zagen aankomen dat er ging gebeuren. Daarna is er geen vergadering meer geweest tot op heden. De laatste vergadering was dus 6 mei 2013. Er zijn daarna nog plannen binnengekomen die bij wijze van spreken strikt genomen zouden moeten worden beoordeeld. Ik acht die kans van dat daar positief op gereageerd wordt niet heel erg groot. Eenvoudig omdat het wat je in dit stadium dus ziet heel erg meer van hetzelfde is. En, wat dan? Wat nou dat zijn inderdaad, dat blijven dus de iconen. Bakens. Dus de bakens. Er is een idee voor een, er wordt echt gesproken van een vrijheidsbeeld, een vrijheidstoren. Dat is een idee, daar heb ik nog geen tekening van gezien. En er ligt ook één plan voor een groot hotel in combinatie weer met een groenstrook. Dit zijn plannen waar de commissie zich dus nog niet over uitgesproken heeft en waar ik dus ook formeel gewoon niks over kan zeggen. Behalve dan die ene conclusie dat we het uiteindelijk het gewoon dus absoluut nog geen idee hebben van wat je daar zou kunnen doen. Behalve dus dat de strook eigenlijk door die bebouwing van de driehoek alleen maar mooier wordt, strakker, beter gedefinieerd. En eigenlijk alleen maar sterker lijkt te vragen om een soort van minimale aanpak in de zin van verfraaien wat er nu is. Eigenlijk nog steeds in de sfeer van het parkje. Wat, van Piet Oudhoff. Van Piet Oudhoff, wat door de gemeente zelf ooit is aangedragen. Nogmaals, ikzelf en ik geloof geen van de commissie sluit uit dat je er uiteindelijk een keer iets heel anders doet. En toch tot een soort van gebouwde invulling komt. Ik denk wel dat hoe langer het duurt dat niet gebeurt, hoe meer het unieke karakter van die kale landingsbaan, wat het natuurlijk inderdaad echt is. Het is een soort, het is net alsof er een vergeten airstrip hier in dat ei ligt. En ik moet je zeggen dat ik iedere keer weer, als ik gewoon eens naar die plattegrond van de stad en naar dit deel van de stad kijk, dan denk ik, wat ongelooflijk uniek dat hier op een steenworp van dat bruisende IJsselmeerwaal met al zijn culturele, met dat waanzinnige, steeds groter en steeds complexer wordende centraal station, de binnenstad die daar vlak achter ligt, dat op een steenworp afstand van dat alles een heel strak leeg stuk grond ligt waar je heerlijk kan uitwaaien
waar je kan wandelen, waar je als er iets van een sterrenlucht is, zelfs een sterrenlucht nog ziet. En waar zie je dat in Amsterdam verder? Het is heel uniek. En de discussies zijn er in het verleden, in ieder geval als ik enige invloed kon uitoefenen, heel vaak over gegaan. Wat is een leeg stuk grond? Hè? Wat is een leeg stuk grond? En dat is het interessante is natuurlijk dat als je een beetje ontwikkelingsbloed in de aderen hebt, dan zeg je dan een leeg stuk grond is een stuk waar je kan bouwen. Maar er zijn natuurlijk heel veel situaties waarin je zegt van een leeg stuk grond is een godsgeschenk. En het hele gesprek en alles wat erover gezegd wordt, beweegt zich dus op dit moment tussen, en nog steeds, al meer dan 10 jaar inmiddels. Want het is 14 jaar nadat voor het eerst die startnotitie aan de orde was en we die discussie ingegaan zijn. Is het een discussie tussen leegte is een zegen aan de ene kant en leegte is een waanzinnige kans om iets heel bijzonders te doen. Dat zijn de uitersten. Maar van het hele verhaal wat je nu zegt is dat het stadsdeel elke keer tot op heden eigenlijk bepaalt wat er gebeurt. En Rijkswaterstaat door zo'n ding daar neer te zetten. Die walhoorn, die warlam, die radar, ja, de radarpost. Ja. Kijk, dat is natuurlijk met name wat je zegt over Rijkswaterstaat en het utilitaire daarvan. Hè. Dat is iets wat je heel serieus mee moet nemen. Eenvoudig omdat dit een havengebied is en blijft. En je kan zeggen van je woont hier heerlijk, maar alles wat zich met name dus direct buiten dat gebied afspeelt, zijnde op het water, is onderdeel van de haven. En dat moet beantwoorden aan eisen die in hoge mate vanaf dat water en ten bate van wat er op het water gebeurt worden gesteld.